Arnoud de Geef, jullie winnen met 1-0 en dit was echt een hele belangrijke. Zeker omdat jullie 2 weken geleden met 1-0 verloren. Het was niet goed vandaag, maar dat maakt volgens mij bij niemand van jullie uit. Nee, inderdaad. Ik bedoel, soms maakt het ook op een mindere manier. Ik bedoel, we hebben de 3 punten, dat is het belangrijkste. Vooral dat het vorige week ook niet al te best was. We hebben ook 3 punten lieten liggen, die we een wedstrijd die we altijd moesten winnen natuurlijk. Maar ja, oké, okay, vandaag was het helemaal niet goed. We gaan niet onder stoelen en banken steken. Dus ja, moet beter naar de toekomst toe. Maar oké, okay, 3 punten zijn belangrijk vandaag. Dus. Hoe komt dat? Want je verwacht toch een fris Dordrecht. Was in het landvoetbal, 2 weken geleden voor het laatste voetbal. Dan denk je, nou ja, lekker fris voetbal. We hebben eigenlijk ja, een fase misschien naar rust, maar voor de rest weinig gezien. Ja, inderdaad. We hebben enorm pittig getraind ook. Maar de details die eigenlijk niet zo goed waren tegen Jong Ajax moesten er eigenlijk uit. En daar hebben we ook hard op getraind, ook fysiek enorm hard getraind. En ja, ik denk misschien dat we niet zo fris waren dan dat we zelf dachten eigenlijk. Maar oké, okay, uiteindelijk hou je stand tegen een goed voetballend of een goed sterke RKC. Dus ik denk gewoon vandaag vergeet wat er op het veld was gebeurd en 3 punten gewoon mee naar huis nemen. Dus, Ja, want verdedigend houden jullie wel de nul. Ja, dat moet ongetwijfeld vertrouwen geven. En überhaupt gaat het wel verdedigend de laatste weken goed, hè? Vorige keer dan wel 1 doelpunt tegen Jong Ajax, tegen 0-0 tegen VVV. Ja. Ja, klopt. Verdedigend staat het prima. Het is niet omdat ik nu zelf speel. Ik bedoel, met Mathieu klikt het prima. Met Sai ook, die rechtsback speelt. Nu Jeffrey, Fat ook, linksback. Het staat gewoon lekker. En, we hebben altijd gezegd dat het belangrijkste is om de 0 te houden. Dan kan je nooit geen wedstrijd verliezen. Dus ik denk dat we gewoon goed moeten verder bouwen op deze goede verdediging. En nu nog een paar bepaalde details eruit halen die offensief nog beter kunnen. Wat dacht je 6 minuten voor rust toen ineens het licht in Waalwijk uitviel? Ja, dat was de eerste keer dat ik het meemaakte. Maar uiteindelijk goed opgelost. 6 minuutjes nog uitgespeeld vlug. En dan, eerst was er sprake van 51 minuten te spelen tweede helft. Maar het is een beetje absurd, denk ik. Ik denk dat je gewoon nu de 6 minuutjes kon uitspelen. En dat deed wel deugd. En kregen we nog een mooie kans met een vrije trap ook. Maar uiteindelijk blijft het 1-0 en is goed. Hectische slotfase, ook nog een rode kaart. Nou, de meeste Dordrecht-spelers die naar binnen kwamen riepen allemaal, ja, wat een matenaaier is die Nieuwendaal. Nee, klopt. Maar ja, ik denk ook wel, hij doet het goed. Ik bedoel, hij speelt het speeltje goed. Maar ja, ik denk dat Charion de volgende keer misschien zich ietsje koelbloediger moet houden en van zich af moet gooien. Maar oké, maakt niet uit. Het is gewoon goed aangesmeerd en het hoort bij het voetbal. Wat vind je nou lekkerder? Heel goed spelen, veel kansen krijgen en meteen 1-0 verliezen? Of toch hoe het nu gaat? Eigenlijk toch dramatisch. Supporters zullen ook niet blij zijn qua spel. Maar jij gaat wel met 3 punten naar huis. Ja, dat is geen moeilijke vraag. Gewoon 3 punten zijn het belangrijkste. Ik bedoel, voetbal kan altijd beter. Daar kan je altijd op trainen. Ik bedoel, als je verliest, zonder verliezen kan je ook nooit beter worden. Dus eigenlijk wel niet slecht dat we vorige week eventjes verloren hebben. Nu kan je gewoon rustig 3 punten mee naar huis nemen en genieten van het weekend.